we vandaag? Nou, ik heb bijvoorbeeld een mail van Bas. Mm-hmm. Hallo B-team, ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Ik heb een droom, werk bij de televisie en het liefst bij kindertelevisie. Maar dat is heel lastig, want ik ben doof. Ik heb ook al een paar jaar mijn eigen YouTube-kanaal, dus ik heb al wat ervaring met het maken van filmpjes. En nu zou ik graag eens bij een echt televisieprogramma meekijken. Denken jullie dat dat kan? Groetjes, Bas. Hé hey jongens, dat moet toch lukken bij de KRO-NCRV kindertelevisie? Ja, tuurlijk. Ja. KRO kindertijd. Dat heb je voor het laatst gedaan, jongeman. Maar ja, daar moet toch iets in zitten? Ja, weet je wat? Ik loop even gewoon naar de afdeling jeugd. Ja. Doei. Tot straks. Succes. Wij hebben van het B-team een mail gehad. Zou hij misschien een dagje mee kunnen lopen met Zeppelive? Wij zouden het heel erg leuk vinden. Ja. Dus dat kan. Zaterdagochtend zenden we uit. Ja? En op vrijdag bereiden we altijd de uitzending voor in de studio. Okay. Dus het is het idee om dan naar vrijdag hier naartoe te komen. Ja? En dan te helpen. En dan zaterdag bij de uitzending erbij te zijn. Super, bedankt. Zo. Bas mag deze week meelopen met Zeppelive. Oh, wat leuk, cool, zeg. Dan stuur ik gelijk even een appje naar hem. Zeker. Bam. Bam! Hoi, goeiedag. Mijn naam is Bas en ik kom voor Zeppelive. Oké, nou ga ik ze eventjes bellen. Hey Bianca, met de receptie. Ik heb een gast. Ze komt eraan, jullie mogen even plaatsnemen. Hoi, je Bas? Hallo. Hoi, hallo. Ik ben Bianca. Hallo. Hoi. Zullen we verder gaan naar de studio? Ja? Ja, is goed. Prima. Ben je wel eens eerder geweest? Daar. Nee, daar nog nooit. Open. Dit is de eerste keer dat ik hier ben. Nou, leuk. We zijn nu ook andere programma's aan het opnemen. Ah, oké, interessant. We moeten in de studio een beetje stil zijn. Oh, dat is geen probleem. Verdoven heb ik daar geen last van, hè? Ja. Ik maak sowieso geen geluid, natuurlijk. Zo. Het is hier koud. Ja, dit is de studio. Wat vind je ervan? Het is wel interessant om dit een keer te zien, hoor. Het is natuurlijk veel minder romantisch, want normaal zijn alle lampen aan en krijg je natuurlijk heel erg een sfeertje. En dat heb je nu niet. Nou, ik doe dan productie. Dus dat betekent dat wij ervoor zorgen dat alles klaar wordt gezet en helemaal in orde komt voor de volgende dag. Dit is Line. Hallo, ik ben Line. Mijn stagiair. En dit is Celine, mijn productie-assistent. Hi. Wat leuk. Nou, ik ben Bas. Wat leuk. We kunnen de spullen voor Halloween gaan halen. Misschien is dat nu handig. Gaan we even naar boven. Prima, ja. Hier is de afdeling jeugd. Hier wordt kindertijd gemaakt. Oké. En hier, nou kijk, we zijn lekker aan het knutselen voor morgen. Nee, dus dat is wel grappig van ons beroep, dat je soms ook inderdaad moet knutselen of bakken of, nou ja, gekkigheid. Jeugd is gekkigheid. Ja. En morgen, je ziet het geeft zo'n thema. Mm. Pierre Wind gaat dan zogenaamd koken. Eigenlijk doen wij al het werk. Maar we moeten ze aan iemand vertellen, hè? Het moet allemaal naar beneden. Deze moet naar beneden. Iets wat we met alle nieuwe medewerkers doen, en jij bent nu mijn nieuwe medewerker, is dat we aan het schrikdraad moeten. Maar durf je dat? Ja, is goed. Dan doe ik grote laarzen aan en dan komt het helemaal goed. Wat wil je precies van me? Nou, ik vind het leuk om in die verschillende hoekjes wat enge spullen neer te zetten. Nee, dat gaat het niet worden. Zou jij het voor me kunnen doen? Ik heb dit ook lang geprobeerd. Het is heel... Hoeveel mensen werken er nou hier? Je hebt productie. Dat zijn wij. Producer, productieassistent en stagiaire. Dan heb je de redactie. Nou, redactie die zorgt ervoor dat er, zeg maar, de hele inhoud bedacht wordt. En dan hebben we natuurlijk Klaas en Saskia. We hebben meerdere regisseurs die elkaar afwisselen. Dat is degene die in de regiewagen zit en die het... Helemaal ja, bepaald buiten, welke, hè, plaatjes, ja, welke plaatjes er worden gemaakt. Opnameleider Danny, die zorgt ervoor dat iedereen hier op de vloer zijn werk goed doet. En dan heb je de publieksopwarmer, dat is Jaap. En die zorgt ervoor dat de kinderen juichen, klappen,
visagie, want iedereen moet er mooi uitzien op tv. Dan heb je nog de techniek. Dat zijn de cameramensen, de geluidsmensen, de mensen van het licht. Hey, en als je dit nu allemaal hoort, hè, wat zou jij dan later willen worden als je groot bent? Ja, ik blijf erbij. Eigenlijk zijn er twee die ik het leukste vind. Regisseur en presentator zelf. Lijkt me gewoon heel interessant, weet je. Om gewoon eens een keer een dove presentator te hebben. En dat lijkt me gewoon echt, ja, heel erg leuk. Ik denk dat we wel klaar zijn voor vandaag. Met dressen en alles. En dan kunnen we gewoon zeggen tot morgen. Om 7:00 is de regiebespreking. Dus zorg dat je ietsjes eerder bent. Tot morgen. Tot morgen. Oké, okay, tot morgen. De twijfelaar? Nee, sorry. Hé, hey, maar jongens, hoe zou het eigenlijk gaan nu met Bas? Ik zal ons even bellen. Ja, is goed. Ja. Oké, okay. Kijk. Hey Bas. Hey Bas. Hoi. Hoe gaat het daar? Oh, het is echt leuk. Het is echt leuk. Vandaag heb ik spullen, dus ik heb de studio gedressed, zo heet dat. Ik heb kennis gemaakt met mensen. Ik vond het echt heel leuk. Gaaf, man. Morgen mag ik ook nog een keer komen en daar heb ik echt heel veel zin in. Want dan ben ik nieuwsgierig, weet je. Dan zit het ook hier vol met mensen en dat soort dingen. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Nou, heel veel succes morgen. Hey, doei. Tot morgen. Doei. Dankjewel, vrouw, we gaan voor. Zo, dat ziet er echt heel anders uit. Zo, dan mag ik trots zijn. Heb ik ook meegewerkt. Hi, goedemorgen, Bianca. Heb je lekker geslapen? Of, Nee, nu pas zenuwen, maar ja. Nu gaat het echt wel beginnen, hè? Nou, leuk. Ik vind het echt leuk om te zien. Ja, ja. Tjee, Mina, dit is nog vroeger. Ze waren hier om 5:30 al, volgens mij. Tenminste, staat in het boekje. Hij is de opnameleider. En hij is zeg maar de connectie tussen de vloer en Ali in regie. En hij zorgt ervoor dat hier alles goed loopt op de vloer. En dat iedereen stil is als het stil moet zijn. Dat wij ons werk goed doen. Ja. En dat is de regisseur. Bas is doof. En heeft daarvan van. Hallo. Hallo. En Bas wil heel veel televisie werken en loopt graag echt iets van mee. Dus welkom. Dankjewel. Een redelijk overzichtelijke aflevering vandaag. Vandaag in Zet Live bloedige bloedworst en snotterige slijmsoep. En we live muziek. Hier zijn Klaas en Saskia. Kom eens even deze kant op. Hallo. We hebben een bijzondere gast hier. Ik ben Klaas. En jij gaat dan schrikdraad met mij. Helaas, de mensen hebben thuis voor je gestemd. Ja, heel fijn. Heel fijn. Zet Live onder spanning. Foute antwoorden hier, zijn. Eén hier. Als je dan onder stroom staat, gelijk loslaten daarna. Hè? We hebben hier een wand met heel veel houten latjes. Maar mijn vraag is, hoeveel latjes hangen daar eigenlijk aan? Ja. Ik zeg 50 of zo. 50? Ze zijn helaas 100, dus niet goed. Oh. Helaas, dat zijn 3 foute antwoorden. En dat betekent okay. Jij gaat dat hem er testen, spanning hè? Opkomt. Go! Oh. Oh, heel goed, goed gedaan. Ja, je voelt hem wel, hè? Bang! Zo, nou, heel goed gedaan, hoor. Even een applausje, jongens. Ja! Gaat het goed met je handen? Ja, nee hoor, dat gaat prima, ja. Een dove presentator, wat denk je? Kan het? Nou ja, dat hangt heel erg van het programma af. Kijk, als jij een programma gaat maken voor mensen die doof zijn, dan is het natuurlijk super goed dat je dat ook niet kan horen. Dus dan is het misschien nog wel handiger. Want als ik het zou doen, dan zou ik constant gaan praten en denk, oh nee, die horen me natuurlijk helemaal niet. En jij weet natuurlijk helemaal precies hoe dat is. Dus misschien is dat wel een nieuw programma, een doelgroep die we nog helemaal niet hebben eigenlijk. Misschien wel heel goed. En bij wie kan ik aankloppen? Bij wie? Nou, ik zou gewoon even naar de baas gaan van de KRO-NCRV. En dan zeg je, hey Michel, volgens mij missen we nog wat op televisie. Oké, dat is een deel. Ja.
Maar word jij er nooit moe van? Van dat... Ja. Stap 1, je voeten over elkaar. Ik krijg heel goed betaald. Oh, zie je? Geld makes money go around. Doe maar de gebaren. Ja, daar heb ik dan weer niks aan. We gaan beginnen. Het is zaterdagmorgen. 9:15. Vandaag in Zapp Live bloederige bloedworst en snotterige slijmsoep van Pierre Wint. Ik heb iets leukers, namelijk verliefde spangalisten. En mag ik een applaus voor mijn gast van vandaag, acteurs uit Spangas, Iris Amber, Stephanie en Joe. Ja! Dat zijn mijn pa- Schrik je nou echt? Ja, ik weet het, ja. Wat we gaan doen, is we gaan emoties koppelen aan een stukje uit dit boek. En dan moeten jullie, zeg maar, terwijl ik lees, eigenlijk gewoon dat met de bijbehorende emoties laten zien. Ja, boos. Boos. Zie je wel? Herba die in een grote ketel met katten roert. Dat is precies wat hij had gedroomd. Maar alleen de liefste delen. Niet. Lieve delen van een kat? Obama ligt op zijn schoot tevreden. Obama! misselijk is dit, toch? Ja. Slangen eten kuikentjes, zegt Bonnie. Met een hele vriezer vol, zegt Lucy. Vriezer! Terwijl ze een klodder stroop op de pannenkoek laat druipen. Mag ik even een applaus voor deze acteurs? Spanning. Hou het schrikpraat vast, er staat nog geen stroom op, dus nee, niks van de hand. Eén hand boven, één hand onder. Nee. Deze week is de kinderpostzegelactie begonnen en elk jaar staat daar een andere afbeelding op. Maar welke vrolijke familie staat er dit jaar op de postzegels? Vrolijke familie, hoeveel vrolijke families kennen we? Dit is jammer, jongens. Jullie komen onder spanning in 3, 2, 1. Oh, ik heb er geen zin! Oh, ja, ik ook. Ik weet hoe het voelt. Wat is het allerbelangrijkste dat wij van jou moeten weten? Ik wil graag de eerste dove presentator worden. Dat zou mij... Nou, regisseur mag ook, hoor. Ik bedoel, vind ik ook geen probleem. Maar ja... Ja, dat zou ik willen worden. Mag ik eens misschien een keertje in Zapp Live als presentator meewerken? Ja, gewoon met dove kinderen, hè? Ja, een dove presentator met dove kinderen. Ja, dat is wel een leuk idee eigenlijk. Maar ja, ik ga er niet alleen over, want zoals je gezien hebt... Zo hier, de mensen gaan hier gewoon verder. Zoals je gezien hebt, werken we in een heel groot team. Maar ik heb zeker iets wat we kunnen bespreken. Hier is DJ Mark Villa met Atlas! Team. Wat een geweldig, interessante dag. Echt, het was zo leuk. Zoveel geleerd. Ik wil jullie echt heel erg graag bedanken voor jullie. Dat jullie dit geregeld hebben en dat ik mocht komen. Tot ziens. Doei. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Hoi, hoi. Goed, Monique. Hoi, Lex. Wil je iets drinken? Ja, heb je 1 liter water voor mij? Dit is het grootste glas wat ik heb. Volkomen. Wat is het probleem? Ik ben op zoek naar werk en ik heb autisme. En die combinatie maakt het een beetje lastig. Ik ben heel veel gepest en ik was wel sneller afgeleid en ik liep wat achter. En ja, als ik het nu uitleg, heb ik andere spelregels en die snapt niet iedereen.